Suriname en Frans-Guyana hebben de samenwerking op het gebied van veiligheid verder invulling gegeven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren een bezoek gebracht aan Saint-Laurent met de bedoeling van gedachten te wisselen met de Franse veiligheidsautoriteiten. Directeur van Buitenlandse Zaken Myriam McIntosh vertelt dat vooral het grensdispuut met Frans-Guyana aan de orde is gekomen. Suriname kiest er nog steeds voor om dit probleem middels dialoog op te lossen. De samenwerking met Frankrijk is altijd heel goed geweest. Natuurlijk zijn er in elke samenwerking zijn er uitdagingen, toch? Zijn er pijnpunten. En daarom zijn we ook hier om te kijken op welke wijze we die pijnpunten kunnen aanpakken. En dan verder gezamenlijk aan kunnen gaan. En eigenlijk met een gezamenlijk doel. Want het is eigenlijk, we hebben een gezamenlijk doel als Suriname en Frankrijk, zeker bij de grens. Het gaat om onze mensen, het gaat om de ontwikkeling van het land en van de mensen die er zijn. Dus je moet met elkaar blijven praten om te kijken hoe ga je die zaken oplossen. Maar de samenwerking is respectvol met Frankrijk. Alhoewel ik ook zeg dat er af en toe wat pijnpunten zijn. Zijn er nieuwe afspraken voortgevloeid uit deze meeting? In terms of dat we nader tot elkaar zullen komen, we hebben weer focal points aangewezen. Een van de goede zaken is dat we op het gebied van een milieu, bescherming van het milieu, hebben we ook voorgesteld om een focal point aan te wijzen. Korpschef Roberto Prade maakte ook deel uit van de delegatie. Hij gaat in op de gezamenlijke patrouilles en de veiligheidsaspecten op het water. Vandaag hebben we de zaken, zeg maar, hebben geëvalueerd wat er van de afspraken terecht is gekomen. Op het stuk van de informatiedeling, daar zitten we goed. Er is een focal point aan de Franse zijde en aan de Surinaamse zijde. En de informatiedeling komt goed op gang. Voor wat betreft het veiligheidsaspect, moeten we zeggen dat een gezamenlijke actie van het Nationaal Leger en Korps Politie Suriname erin geresulteerd heeft dat wij een bendelid, en volgens informatie moet hij toch wel een prominente rol hebben gehad in een aantal berovingen waarbij er zelf doden zijn gevallen. Hij heeft intussen ook bekend dat hij betrokken is geweest bij een aantal van deze berovingen. En we merken dat er een relatieve rust is nu, voor wat betreft, althans in het binnenland, wat dat stuk betreft. De bedoeling is dat wij samen met de Fransen gaan kijken hoe wij de zaak kunnen gaan consolideren. We gaan sowieso starten met de patrouilles, wederom, om te kijken, sowieso het personenverkeer in de gaten houden, illegale. En daar waar er moet worden opgetreden, waar er illegale activiteiten plaatsvinden, zal dat dan ook gebeuren. Korpschef Roberto Prade over het bezoek van de Surinaamse autoriteiten aan Frans-Guyana. Beide landen zijn bij elkaar gekomen om de samenwerking op veiligheidsgebied verder invulling te geven.